Nederland is een natie van fietsers. Dat zal iedere automobilist moeten toegeven die aanwezig was bij een van de drie startpunten van de 15e Drentse fietsvierdaagse. Assen, Hogeveen en Emmen. 25.000 peddelaars deden mee aan deze sportieve happening. En dat betekent dat in de loop van 15 jaar het aantal deelnemers met 10 is vermenigvuldigd. Het mooie Drentse landschap is natuurlijk een uitgekiend decor voor een fikse fietstocht. De autoblikrijder, toch al in deze provincie de tweede violist, hield zich nu helemaal op de achtergrond. Hele gezinnen draaiden dagelijks op twee wielen een afstand van 40 tot 100 kilometer. En je zou het niet zeggen, maar dat betekent dat die 25.000 pedaleurs in Drenthe samen in 4 dagen een afstand aflegden gelijk aan 120 maal de wereld rond. De Drentse fietsenmaker deed goede zaken, want er viel in dit grote gezelschap nogal eens het een en ander te repareren, na valpartijen op het spekglad geregende fietspad. Nederlandse meisjes hebben de mooiste benen, dankzij het fietsen. En die reputatie vereiste de nodige nazorg. Drenthe, de provincie met de meeste kilometers fietspad, biedt zo jaarlijks een rustig en rustiek alternatief voor de Tour de France. Voor jong en voor oud. Van de 5-jarige Hester Sipma tot de oudste deelnemer die al 13 keer aan de start verscheen, de 95-jarige opa Johan de Noord uit Meppel. Kortom, fietsen zit de Nederlander zo in het bloed dat sommige deelnemers de tocht slapend kunnen volbrengen.